De oppositie in de Nationale Assemblée heeft een spoedopenbare vergadering aangevraagd om te praten over de COVID-situatie in het land. Dit deden de fracties van de NDP en BEP gisteren middels een brief aan de leiding van de Assemblée. NDP-parlementariër Jennifer Vreedzaam zei de vorige week op een persconferentie van haar partij dat het onacceptabel is dat de situatie niet serieus wordt genomen in de Nationale Assemblée. De totale oppositie hebben wij een brief gestuurd naar DNA voor een openbare COVID-vergadering. En wat schetst mijn verbazing? En dat is het elke keer worden we voor de gek gehouden. Laat me het zo gewoon zeggen. Elke keer worden we voor de gek gehouden. Wanneer de fractie van de NDP een openbare commissievergadering aanvraagt zodat het volk kan meeluisteren en wij in de discussie kunnen gaan over de situatie. Wat doet men? Wat doet de leiding van DNA? Er wordt gewoon een normale COVID-commissievergadering uitgeschreven in een gesloten kring. Ik protesteer daartegen. Wij hebben gevraagd naar een openbare COVID-vergadering en ik vraag via u volk van Suriname dat u dat weet. Hoe men denkt over u, hoe men denkt over de situatie, dat men het niet serieus neemt. De NDP stelt dat de situatie met betrekking tot de recente COVID-19-besmettingen drastisch uit de hand zal lopen. Het dodental baart de oppositie enorm grote zorgen en ze hebben graag dat het COVID-19-beleid herzien wordt.